3, 2, 1, go! En het peloton wordt weggeschoten door wethouder Gerrit Piek van Zwolle. Jaren geleden was hij dat in Assen. 190 renners vertrekken hier voor een wedstrijd over 177 kilometer en een nerveuze start in Zwolle. Sjors Dekker is hier het eerste slachtoffer. En niet heel veel verder zien we Robin van Dijk van de Hanzerenners. Ligt er ongelukkig bij en het bloed stroomt over zijn gezicht. Hij gaat met een fikse hoofdwond de ambulance in. Een dubbel pech voor ploegleider Han Vanold van Piels, Hamelink en Lammertink hier tegen het asfalt. 50 kilometer gereden dan en dan komt de koers echt op gang. De Lemelenberg ligt al achter ons en we rijden hier langs het water terug naar Lemelenveld. 6 man vooruit en ook meteen een reactie vanuit het peloton. Het zijn de eerste serieuze schermutselingen in de koers en die leiden dan tot een kopgroep met hier Berden de Vries uit Gieteveen op kop en achter hem zijn ploeggenootje Stefan Poutsma uit Pijzen. De kopgroep bestaat in totaal uit 18 man. En ook Roy Efting uit Grollo is erbij. De baanwielrenner namens Koga. Echt hard wordt er niet gereden in deze groep. En dus kunnen nog eens 7 man de oversteek maken. En zo krijgen we 25 man aan de leiding. Al na zo'n 60 kilometer koers. Een groep die het lang volhoudt. Veel ploegen vertegenwoordigt. Waardoor er ook wat rust komt in het peloton. En de maximale voorsprong loopt op na 1 minuut 40. En pas bij Hasselt rekent het peloton de kopgroep weer in. En dat is dan na een vlucht van zo'n 70 kilometer. En iedereen weet dat dan het zwaarste gedeelte nog moet komen. De beruchte Kamperzeedijk is vaak scherprechter. Elmar Reinders zien we hier in het zwart namens Metek. 21 jaar en hij komt uit Emmen. Een van de 4 vluchters die het gaat proberen. Maar het is onrustig in het peloton daarachter en het blijkt niet de beslissende ontsnapping. Elmar Reinders moet het dan nog een keer proberen. We draaien de brug op bij Kampen met nog 25 kilometer koers te gaan en 7 man vooruit. Elmar Reinders dus, ook Dylan van Baarle namens Rabobank. Hij was de winnaar van Olympia's Tour dit jaar. Rens Terstroet, Remco Broers, Marco Brus, Marts Woets-Smit en Peter Schulting. En het zijn allemaal eenlingen, dus van ploegentactiek is geen sprake meer. Koga heeft dan de slag gemist. Zij sleuren voor op het peloton om het gat toch nog proberen te dichten. En hier de mannen van Metek die de koers controleren voor Elmar Reinders die hier in deze kopgroep zit. En de kopgroep heeft dan Zwolle in zicht. De voorsprong schommelt steeds rond de 35 à 40 seconden, maar in de echte finale blijven alleen de snelste mannen van deze groep uit de greep van het peloton. En dan gaan we sprinten voor het stadion van PEC. En dan zien we rechts Dylan van Baarle namens Rabobank. Hij gaat die sprint aan, gevolgd door Marco Brus namens Babydump. Elmar Reinders wordt hier derde namens Metek en zijn ploeggenoot Jeff Vermeulen uit Borger wordt vierde. Ik dacht van, dat wordt het net wel of net niet. En hetzelfde dacht ik ook over de jongens die mee waren, of ik ze kon hebben. Ja, ik denk dat ik samen met Van Baarle de sterkste was vooraan. Ja, en dan is het een beetje gokken of je volle bak doorrijdt of niet. En of je het gaat halen. Heb je erover gedacht om weg te rijden nog van die 7? Zat dat nog ergens in? Ja, dat weet ik niet. We hadden geen tijd om een beetje te pokeren. Dus niet echt. Wat voor gevoel sta je derde worden in de Ster van Zwolle? Ja, ik ben er blij mee. En volgende week zien we Elmar Reinders terug in de Ronde van Drenthe.